vooral te maken heeft met de ploegprestaties. Ik denk dat we na de winter zeer compact speelden, zeer goed als een ploeg. En dat we ook goed resultaten geboekt hebben. En ik denk dat het daardoor ook komt dat ik zo'n ploeg ben. Ja, we spreken er toch wel een beetje over in de kleedkamer, over hoe de wedstrijd was. En ja, dat voelen wij ook zeker aan, wie in een wedstrijd goed was en wie de beste was. Maar ja, het is niet dat wij er echt op letten tijdens de wedstrijd of zo, maar we spreken daar wel achteraf over. Ja, ik denk dat de kampioenschap wel de belangrijkste prijs was dit jaar. Zeker en vooral omdat we 2 jaar geen kampioen waren geworden. En ja, Anderlecht zijnde is dat wel een must om kampioen te zijn. Maar ja, ik denk dat we dat dit jaar toch wel getoond hebben dat we verdiend kampioen zijn. Ja, persoonlijk voor mij betekent het echt veel, omdat ik heb een paar ambities en het zou dit jaar wel kunnen gebeuren dat ik een volgende stap maak. En ja, vertrekken als een kampioen, daar droomt iedereen van eigenlijk en dat zou voor mij perfect zijn. Dit is voor deze guy, deze guy voor mij. Jullie, is het toch? Ik hoop dat ik progressie blijf maken. Ik heb nog mijn hele carrière voor me en ik hoop echt dat ik zo ga blijven voortdoen. En voor Anderlecht natuurlijk een 35e landstitel, dat zou echt een max zijn. En ja, een mooie Europese campagne in de Champions League, dat zou ook echt heel goed zijn voor de club.